Ik weet even niet wat ik nu moet gaan doen. Er komt daar een helikopter aan. Ik denk dat die voor mij is. Hi guys! Oh. Heb je wel eens een tent opgezet? Nee, nog nooit. Je hebt nog nooit een tent opgezet. En dat is dat ik de komende 24 uur niet hoef te poepen. Ik wil uit de tent, ik wil plassen, ik wil eten, ik wil naar de wc, ik wil douchen, ik wil mijn haar wassen. Hoi hoi, Lies hier en wat leuk dat je deze video hebt aangeklikt. Iets wat minder leuk is, is deze challenge voor mij. Zoals je aan de titel hebt gezien, ga ik vandaag 24 uur op mijn balkon spenderen. En ja, ik weet dat heel veel andere YouTubers dit hebben gedaan, maar ik wil dat ook gewoon eens proberen. Nou is het bij mij niet echt een balkon, het is meer een overkapping. En die overkapping is best wel groot. Het enige ding is dat er kans is op instortingsgevaar. Wat ik daartegen moet doen is een soort van tegeltjes kopen waar ik dus onder kan zitten, zodat ik er wel een stoel neer kan zetten, want anders gaat die stoel zeg maar zo er doorheen. En dat moeten we niet hebben, want dan lig ik ineens hier beneden in de keuken. Dus ik ga nog eventjes naar een aantal winkels om nog bepaalde dingen te halen, zoals een tent. Want ik ga hier dus natuurlijk ook slapen. En ik heb niet zo'n zin om in de open lucht te gaan slapen. Dus ik ga een tent kopen. En ik ga van die tegeltjes zoeken en dan hoop ik dat ik voor 1 uur op het balkon zit. Tot morgenmiddag 1 uur. Oké, ik ben nu dus on my way. Mijn ouders hebben me trouwens ook al behoorlijk voor gek verklaard. En terecht. Oké, we hebben voor nu chips. Een fles water, die hopelijk een beetje koud gaat blijven. En verder broodjes. Omdat dit waarschijnlijk het enige is wat ik nog straks kan eten. Ja, ik weet nog niet precies hoe ik dit allemaal moet gaan doen. En dan nu een tent. Oké, let's go. Oké, guys, heel goed nieuws. Ik heb net gevraagd of ze hier een tent hebben. Dat hebben ze niet. Ja, ik weet even niet wat ik nu moet gaan doen, want ik ga niet buiten slapen. Ik denk dat ik nu maar eventjes naar de gewoon ga om mijn verdriet weg te drinken. Oké, ik heb nu nog één ding om te doen en dat is naar de Lidl gaan en hopen dat ze daar een tent hebben. Dat was een grote teleurstelling. Geen enkele winkel had een tent. Het was allemaal van, oh nee, die hebben het net weggedaan. Oh nee, de tenten zijn net weg, want het is natuurlijk september. Wie de fuck gaat er nu kamperen? Misschien zou een parasol werken. Oké, daar ga ik nog even over nadenken. Maar het is nu 12:55, wat dus betekent dat ik over 5 minuten op het dak moet zitten. Maar ik ga eerst even laten zien wat ik meeneem de overkapping op. We hebben mijn camera, broodjes, mijn laptop, een fles water, een grasmat, powerbank, een boek, een speaker, oplader, Pringles, een parasol, een strandstoel, krentenbollen, joggingsbroek, warme trui, een dekentje, een soort coolbox, hele warme sokken, een regenjas. Oké, het is zover. Ik sta op mijn overkapping. Het is op dit moment 12:50, wat dus betekent... de vloer is trouwens gigantisch heet. Ik heb dit een beetje onderschat. De vloer is namelijk zwart en dit is heel erg warm. Ik ga dus wel even je schoenen vragen. Wat de regel is voor de komende 24 uur, is er mogen wel spullen naar buiten, maar ik zelf mag niet naar binnen. En ik zal even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Oké, dus hier staat mijn camera. Hier liggen mijn spullen. En dit is de ruimte die ik heb voor de komende 24 uur. Maar... voor de mensen die een beetje op hebben gelet in mijn vlog. Hier is mijn kamer. Als ik dus iets nodig heb en ik hoop dat ik niks ben vergeten. Fuck, ik ben een emmer vergeten. Dan mag ik dat dus nog wel vragen en mogen ze het dus naar buiten brengen. Maar ik mag het niet zelf binnen gaan halen. Dat zijn de regels voor vandaag. Er komt daar een helikopter aan. Ik denk dat die voor mij is. Waarschijnlijk heeft iemand gebeld. Jongens, is mijn vrouw niet helemaal goed geworden. Ze gaat namelijk 24 uur op een balkon zitten. Waarom zeg ik precies balkon? Het is een overkapping. Oké, ik ga me eventjes omkleden. Ik ga even een korte broek aan doen. Die heb ik gelukkig meegenomen. En dan ga ik eventjes de grasmat uitleggen. Hier ben ik er dus net uitgekomen. En hier is dus al een keer een lek geweest. Dit is al een beetje ingestort. Dus, oh my god. God, het is zo heet. Fuck, ik moet schoenen hebben, maar mijn moeder is er niet. Het ding is wel, mijn buren kunnen mij nu gewoon zien. En nou sta ik hier wel eens vaker, dus dat is op zich niet zo'n probleem. Maar als ze mij hier over 20 uur nog steeds zien, ik weet niet wat ze nou gaan denken. Dude, what the fuck? Oké, deze warme broek is uit. Het is 12:15. Dat dus betekent dat ik hier al een kwartier zit. Oké. Ah, fuck. Waarom zit het zo strak vast? Yes. Oh, mijn voeten zijn echt aan het verbranden en het ding, hij gaat maar niet open. Kom op. Yes. Dat is al best prima. Nou jongens, mijn toilet is binnen. En mijn bed. En een bed. Misschien even voor your information. Ik heb trouwens gisteren besloten dat ik dit vandaag ga doen. Vandaar dat ik zo onvoorbereid ben. Maar goed, we gaan het wel doen.
Ik moet zeggen, eigenlijk gaat alles tot nu toe gewoon bijna te goed. Ik zit er dan ook pas 20 minuten. Oké, ik ga eventjes mijn woonkamer, / keuken, / badkamer gereed maken. Oké, er ligt dus nu al zand in mijn bed. Maar ik heb wel een stoel. Oké, ik heb mijn bikini aan. Dit boek gaat over het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven. Dit is niet het recept voor een lang en gelukkig leven. Dus ja, dit is de ruimte voor de komende nu nog 23 uur. En je zou denken van, goh Lies, maar je hebt toch superveel ruimte, hartstikke chill. Nee, want dit is letterlijk lava. Hier kan je gewoon niet op staan. Dus dit is het. Om te bedenken dat hier binnen gewoon mijn kamer is, is best wel pijnlijk. Hier is alles wat ik nodig heb. Een wc, een douche, kleding, een bed. Dit is mijn bed. Oké, dus. Ik weet dat er een hoop mis kan gaan. Maar er zijn een paar dingen waarvan ik hoop dat die gewoon niet misgaan. Dat is punt nummer 1. En punt nummer 1 is ook echt het allerbelangrijkste. En dat is dat ik de komende 24 uur niet hoef te poepen. Want als dat zo is, ik ga niet. En ik weet van mezelf dat ik best wel erge buikpijn kan krijgen. Maar ik ga niet in die fucking emmer. Maar het ding is dus dat ik vandaag nog heel de dag niet heb gepoept. Punt nummer 2, waarvan ik ook hoop dat het niet gebeurt, dat het niet misgaat, is insecten. Ik wil gewoon lekker kunnen slapen. Zonder dat ik me zorgen hoef te maken over dat er een of andere zieke betonspin over mijn hoofd loopt. Want dat overleef ik niet. Nee. En verder zit ik hier nu best wel prima eigenlijk. Ik ga lekker mijn video editen. En ik hoop dat het heel snel afkoelt. Het is nu 2:15. Dus dat is letterlijk het heet van de dag. Het eerste uur is alweer bijna voorbij. Nog 23 te gaan. Let's go. Oké, het editen gaat best wel prima. Ik dacht eigenlijk wel dat ik hier al best wel lang zat. Maar ik zit er blijkbaar dus pas 2,5 uur. Ik dacht dat ik echt wel iets van 4 uur zat. Maar dat was niet. Mijn moeder heeft trouwens wel mijn late lunch gebracht, dus daar ben ik wel erg blij mee. Bas komt waarschijnlijk voor of na het avondeten en dan ben ik niet meer alleen. Ik weet niet of je het kan zien, maar mijn handen zijn echt super vies en cracky. Dit gaat echt zo snel, het komt door dit. Dit geeft helemaal af. Ik voel me echt heel vies al. Oké, het is dan toch echt zover. Het is ongeveer 4:30 en het begint nu echt wel een beetje af te koelen. Wat dus betekent dat ik me eventjes om ga kleden. Ik ga weer gewoon lekker mijn shirtje en mijn broek aandoen. Eigenlijk is het nu pas 4:30 en ik heb het nu dus al best wel koud. En ik moet hier dus vannacht in gaan slapen als er gewoon helemaal geen zon meer is. Dat hebben we ook weer gedaan. Dit ding is eigenlijk gewoon mijn keukenkastje, mijn kledingkast en mijn badkamerkastje. Je hebt eigenlijk gewoon helemaal geen huis nodig. Dit gaat best wel prima zo. Nee. Dit is echt de eerste en de laatste keer dat ik dit doe. Word YouTuber, they said. It'll be fun, they said. Ja. Ja, jongens en meiden. Dit zijn ze dan. De laatste straaltjes zon in mijn woonkamertje. Zo, en nu zit ik eventjes op mijn bed in mijn slaapkamer. Die buiten is. Maar goed, Bas is wel eventjes mijn reddende engel. Want de regels van vandaag zijn natuurlijk dat er wel dingen naar buiten mogen. Alleen ik mag niet naar binnen. Maar Bas heeft dus gelukkig een tent kunnen fixen. Dus ik kan vanavond waarschijnlijk wel in een tentje slapen. Want het liep er net al best wel wat beestjes en spinnen en mieren en alles over me heen. Dus daar word ik niet heel erg gelukkig van. Maar dat gaat dus hopelijk helemaal goed komen. De laatste keer dat ik in een tent heb geslapen was volgens mij 2013. En dat was echt de kutste vakantie ever. Oh my god, I'm such a diva. Ew. Hi guys! Met jou? Ja, gaat prima. Met jullie? Wat vind je ervan? Mooi. Nou hè, ik zal je even een tour geven. Ja. Dit is mijn kledingkast, mijn badkamer en mijn koelkast. Ja. En dan heb ik hier mijn woonkamer. Ja. En dit is mijn slaapkamer en mijn wc. Ga daar echt een plas aan. Enter my house. Nee. Enter my kingdom. Ik weet niet of je dit wel wil. Mijn kat denkt ook echt, wat de fuck ben jij aan het doen? Oké, het is op dit moment 6:30 en een van de mooiste momenten van vandaag is gekomen. Namelijk, mijn overbuurjongen heeft me geappt. Ik ga nu even kijken wat hij heeft gezegd. Oh my god, oké, hij stuurt een filmpje van ik die dus daar staat. Met een bro, what you doing? Mensen houden van je, je hoeft niet te springen. You're stronger than this. Ja, hij zal waarschijnlijk ook echt denken van, what the fuck is er mis met haar? En ik geef hem volkomen gelijk. Er is ook nog een ander heel mooi moment aangekomen. Bas is namelijk net aangekomen en ik ga nu dus de tent opzetten. Althans, ik ga proberen de tent opzetten. Trouwens, mijn gezin heeft me volgens mij al een beetje afgestoten, want ik hoorde net, Ernst, kom je eten? Dus Ernst, zo heet mijn vader. En blijkbaar zijn ze nu dus aan het eten. Ik ben niet eens geroepen voor het eten. Ik had verwacht dat ze wel een bordje naar buiten zouden brengen of zo, maar nee, dat didn't happen. Oké, het moment is hier. Ik ga de tent opzetten. Let's go.
wat is. Oké, Bas is even eten beneden en die komt zo weer naar boven. Maar hij zei begin met de stokjes. Alleen ik weet niet zo goed wat ik met de stokjes moet doen. Ik zie ook gewoon geen opening van waar die stokjes er ergens in zouden moeten. Waarom heb ik niet wat meer logisch inzicht of wat meer brein gekregen toen ik ben geboren? Bas, ik wil mij helpen. Ja? Het lukt niet. Hoezo niet dan? Ik weet niet waar ik moet beginnen. Heb je wel eens een tent opgezet? Nee, nog nooit. Je hebt nog nooit een tent opgezet? Volgens mij niet. De tent wordt zo, zie je? Oh, oké. Okay. Het is een tippy-tent. Woe! Oh jongens, ik ben zo blij dat ik een bed heb voor vanavond. Nou ja, een overdekt bed. Het gaat namelijk morgenochtend om 8 uur gaat het regenen. Oké, mijn gezin heeft me toch nog niet verstoten. Ik heb toch eten gekregen. Ik vind dit zo gezellig. Ik snap niet waarom ik nooit eerder ben gaan kamperen. Hoe leuk is dit? Er komt nog een zwart bedje, want daar kan Bas op slapen. Tot op zekere hoogte, tot je het zat bent en je gewoon lekker naar dit bed kan gaan. Maar goed, ik ga lekker eten en dan gaan we zo de tent in. Oké, dit is Lisa live broadcasting vanuit haar tent. Het begint nu een beetje koud te worden. Het is namelijk 7:30, 7:30. Ik heb echt het gevoel dat ik een zonnesteek heb, want ik heb vandaag zo lang in de zon gezeten en ik merk een beetje aan mezelf dat ik niet echt goed uit mijn woorden kom of zo. Ik weet niet, ik voel me gewoon een beetje anders. Maar goed, ik voel wel dat ik het koud heb, dus ik ga mijn favoriete trui aandoen. Even een update over mijn handen. Kijk hoe smerig ze zijn. Hier echt helemaal zwart en mijn nagels. Eeuw. Oké, dit is echt heel vies, maar deze ranzige sokken gaan dus uit en deze baby's gaan aan. Bas zegt net tegen mij van eigenlijk heb je het best wel prima voor elkaar. En dat is ook zo. Ik heb het ook best wel prima voor elkaar. Het ding is, ik zit hier wel gewoon 24 uur. En daarna zei ik van ik had het eigenlijk niet kunnen doen zonder tent. En toen zei hij, hoe de fuck had je dat überhaupt willen doen zonder tent? Want het was in eerste instantie wel het plan. Toen ik vanmiddag geen tent kon vinden, dacht ik oké, dan ga ik het maar doen zonder tent. Maar nu ik een tent heb, besef ik wel hoe erg ik dit niet had kunnen doen zonder een tent. Dus ik heb je leven gered. Je hebt wel inderdaad een beetje mijn leven gered, ja. Maar goed, ik ben dus heel blij dat ik een tent heb. En ook ben ik heel erg blij dat ik nog steeds niet heb hoeven poepen. Ik begin wel een beetje de urge te voelen om te gaan plassen, zeg maar. Dit is wel een beetje een probleem. Ik heb 1 keer in mijn leven heb ik wild geplast. En dat ging helemaal mis, want ik deed tegen de wind in. En daarna heb ik het nooit meer gedaan. Oké, zoals je weet zitten we nu dus echt in de tent en ik ga nu lekker mijn make-up eraf halen. Zonder badkamer, zonder spiegel. Dus dit wordt voor nu eventjes mijn spiegel. Update, ik heb nog steeds niet geplast. Het is op het moment 11 uur en het voelt echt al als 2 of 3 uur. We gaan nu dus ook proberen te slapen, want het is al gewoon slaaptijd. Nog 12 uur te gaan. Ja, nee, ik hoef er nog 10 uur te zitten. Oh, ik ben over de helft. Oh my god. Nee, schatje. Ik echt door het raam naar binnen. Ja. Good morning, guys. Het is op dit moment 8 uur en de regenen is net begonnen. Ik sliep volgens mij wel echt pas om 4 uur tenminste. Ik heb wel steeds een beetje geslapen, maar ik werd echt altijd wakker. En volgens mij heb ik nu van 4 tot 7:30 gewoon wel echt goed geslapen. Ik zie er ook echt slecht uit. Oh, even serieus, kijk deze wallen. Ik weet ook niet in hoeverre het goed is voor je rug om op een lounge set kussen te slapen. Dat zou niet helemaal de bedoeling zijn, maar... Ik ben wel heel blij dat Bas heel de nacht bij me heeft geslapen. Echt super lief. En hij heeft volgens mij echt gewoon heel goed geslapen. Het ging allemaal best wel soepel en best wel gemakkelijk. Alleen nu besef ik wel, het is nu 8 uur en ik moet hier nog tot 1 uur zitten. En ik heb gewoon even niks te doen ook. Maar ja, ik kan een boek lezen en verder slapen. Dus dat ga ik denk ik maar doen. Kijk, ik vind het super gezellig ook met die regen. Alleen ik merk nu wel met die regendruppeltjes zo op die tent, dat ik toch steeds meer moet plassen. Dat is dus niet zo ideaal. Dus ik ga gewoon slapen en ik ga het gewoon negeren. En ik hoop dat ik om 1 uur 's middags wakker word en dan in 1 keer weg kan.
Oké, slapen heeft geen zin meer. Het lukt niet. Ik wil uit de tent. Ik wil plassen. Ik wil eten. Ik wil naar de wc. Ik wil douchen. Ik wil mijn haar wassen. En ik moet nog 3 uur. Oké, je ziet hier trouwens als ik dit aanraak. Dit is dus gewoon wel echt nat aan het worden. De dekens zijn ook al een beetje vochtig. Yo, I want to get out of here, man. Lekker verantwoord ontbijt ook zo. Really great. Oké, guys. Het laatste uur is officieel ingegaan. Ik probeer gewoon een beetje rustig te blijven door lekker een beetje een boek te lezen. Af en toe een soort van half te slapen. Om maar niet aan de wc te verdenken. Het idee dat ik hier gewoon straks naar buiten mag stappen en dan deze kamer in, is zo fijn. Alleen moet ik echt nog heel die tent en alle zooi opruimen. Wel ben ik echt zo blij met die tent, want nogmaals, ik weet niet hoe ik dit had moeten doen zonder tent. Dit had gewoon helemaal niks geworden natuurlijk zonder tent. What the fuck dacht ik? Oké, de countdown is begonnen. Ik weet niet hoe lang die hier al op staat, maar het is nu gewoon nog eventjes een paar seconden afwachten. Ik ga gewoon de tent opening alvast open doen. Oké, ik ben nu half naar buiten. Waarom gaan die laatste seconden nog zo langzaam? Dit is echt niet eerlijk. Hurry up, bitch. Oh my god, ik kom in mijn kamer in. Ik moet echt niet veel bewegen. Maar ik denk echt wel dat je heel nodig moet plassen. Je weet wel altijd als je terug van school komt, dat je dan ineens erg moet plassen omdat je dan weet dat je dicht bij je wc bent. Nou, dat moment. Maar dan keer 10, nu. Zo, dat was mijn avontuurtje wel. Eén ding weet ik zeker, dat doe ik nooit meer. Ik ben wel heel blij dat het me is gelukt. Ook al weet ik niet echt waar ik precies blij of trots voor moet zijn. Want het is niet dat ik nu een trofee heb of zo. Of geld heb gewonnen. Nee, dit is het. Ik heb de challenge voldaan. Maar goed, ben je nou ook trots op mij en vond je deze video leuk? Vergeet dan natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te doen. Nog eventjes te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jou weer bij de volgende video's. Joep!